We hebben aan de telefoon Perry Hendricks van NAC, woordvoerder. Goedenavond. Goedenavond. Je komt luid en duidelijk binnen bij NAC Praat. Vandaag is begonnen, de bal rolt weer in Zundert bij het trainingscomplex. Hoe was het vanmorgen? Ja, het was mooi. Leuk om de jongens weer te zien. Na een korte vakantie. Want ze hebben natuurlijk, wat is het, wel geteld 24 dagen even bij vrouw en kinderen mogen vertoeven. Maar vandaag werden de schoentjes weer uit het vet gehaald en mochten ze het veld weer op. En dat onder luid gejuich van zo'n 250 mensen die in Zundert aanwezig waren. Mooie opkomst. Ja, zeker. Dat was voor ons ook verrassend. Vorig jaar was de opkomst een stuk minder. En het is grappig om te zien dat nu je gedegradeerd bent, dat heel Breda eigenlijk weer achter het team staat. En dat de opkomst van dien was. Ja, Perry, goedenavond. Marcel van Ness hier. Goedenavond. Ja, dat is inderdaad mooi om te zien, hè, dat heel Breda achter de club gaat staan. Ja, maar je ziet dat wel de afgelopen week, of ja, dat was eigenlijk gekscherend gezegd, was dat op 1 juni, juni al zo. Kijk, iedereen werd natuurlijk wakker na een nachtmerrie. En het was bijzonder om te zien dat meteen eigenlijk na die negatieve avond, er is natuurlijk zondagavond nog een hoop gebeurd ook, dat op maandagochtend eigenlijk iedereen het hart onder de ziel had, maar ook meteen achter de club ging staan. Ja, en dat resulteerde in een behoorlijke seizoenkaartenverkoop. Ja, dat bruggetje wilde ik inderdaad ook maken. We hebben net dat is vanmiddag om uurtje of twee geweest, ging de 6.000. Zo, kijk. Langs, ik vind dat wel even een applausje waard. 6.000 seizoenkaarthouders. In 3,5 week verkoop. Dat is heel knap. En, maar als ik dan echt een applaus, is het voor de meer dan 1000 mensen die de club van 1912 waren. Ja, we hebben er hier ook twee staan. Dat heeft mij, hebben ook weer zo'n kaart. Maar dat heeft mij helemaal positief verrast. Als je ziet, de vorige club van 1912 had er 617 op het laatst. Ja. Ja, we zitten nu gewoon op de helft van de maximale capaciteit, of over de helft. Dus en weet je ook, Perry, hoeveel nieuwe seizoenkaarthouders daarbij zitten? Van die 6000, sorry. Ja, ik moet zeggen, ik heb de laatste keer dat ik dat checkte, dat was 3 dagen geleden, waren er iets meer dan 800. Zo. Ja, ik verwacht dat. Nieuwe mensen, dat vind ik ook wel opvallend, hoor. Heel veel. Ja, maar ja, dat vind ik zo fantastisch aan die club hier. Dat je, weet je, het is bizar wat er ook allemaal gebeurt, ook op sponsorgebied. En weet je, iedereen die clausules heeft waarin ze geld achteruit gaan. Ja. Die staan opeens op en die zeggen van joh, we lappen wel bij en we willen meer. Een recent voorbeeld is natuurlijk de nieuwe rugsponsor Azerop. Ja. Supporters, fantastische mensen. En die hebben nu gisteren was het volgens mij, de handtekening gezet onder het rugsponsorschap. En de sponsor aan de voorkant, hoe zit het daarmee? Nou, die verwachten wij ook binnen nu een week, een kleine week eigenlijk ook te presenteren. Mijn goede hoop is dat wij op 1 juli, als wij van kledingsponsor veranderen, dat we dan ook met een mooi nieuw logo op de bos spreken. Maar goed, de jongens zijn achter de schermen hard bezig en gesprekken na gesprekken worden afgerond. En ik moet zeggen, op kantoor hoor ik daar goede geluiden over. Kijk, dus ik ga ervan uit dat we daar. En kun je iets, is de mooie bekende, Perry, is de mooie bekende? Of, Perry, we willen wel een beetje kijken, een beetje raden. En we raden. Of een scoop is mooier natuurlijk, maar. Ja, als ik een scoop had, dan had ik hem. Als jij een contract had voor je neus van een kopie daarvan, dan had je het geroepen. Ja, maar dat is het mooie met mijn functie. Ik krijg eigenlijk pas alles op mijn bureau als het bijna rond is. Ja, okay. En zodoende. Ze houden jou ook de buiten dan? Houden ze jou de buiten omdat je anders. Nee, toch? Nee, nou, ze houden mij wel tot het laatste moment in spanning. Okay. Ik weet altijd wel wat details, maar. Ja. Zolang het nog niet helemaal concreet rond is, komt het niet op mijn bureau. En dat is bijvoorbeeld ook de reden, want het was ook wel lachen op zich, dat vanmorgen werd gebeld door ANP over Tigadwini. Ja. Nou ja, zij deden alsof het rond was. Maar ja, ik moest eerlijk zeggen, ik zei, het is nog niet op mijn bureau gekomen, dus er is nog niks rond. En vooralsnog ga ik ook nu de avonddienst in zonder een handtekening. Dus. Maar hij was niet op de training vanochtend? Nee, dat klopt. Maar ja, het was inderdaad zo dat hij geëxcuseerd was vanwege zakelijke redenen. We zagen een mooi fotootje voorbij komen, Perry.
Ja, nou inderdaad. Iedereen die zijn Instagram-account... Die moet je even vertellen, Marcel. Want ik weet even niet... De gasten van ons die hebben de foto ook gezien, heren. Wat zagen we? Wij dachten dat het iets met carnaval te maken had. Want Tiger de Wien liep in een jurk. Ja, dat klopt. Ja, dat was de... bij een van de grootste moskeeën in... ja, in de Verenigde... Wat is het? Verenigde Arabische, Emiraten. Ja. Waar die aan het praten is met een club daar. Ja. Maar hij is vandaag geëxcuseerd. Hij weet dat zaterdag Hoeven wacht. Hij weet dat... Deze meren zijn dus van VV Hoeven, Perry. Even ter info voor jou. Hij weet dat hij zaterdag moet opkomen draven. Nu als er niks gebeurt. Ja, ja, ja. Ja, vijf uur gewoon... vijf uur op het veld. Ja. En niks last van de jetlag, want dat doen we niet aan. Nee. Nee, maar goed. Maar dat vind ik wel bijzonder ook met jongens zoals Tiger Duini, maar ook Boris Sassar, weet je, de jongens die nu in de Ramadan, hè? Ik vond het vorig jaar al fantastisch om te zien met Tiger Duini in de oefencampagne. Die jongen, daar gut ze het zweet van het voorhoofd af en die jongen die kan dan niet drinken. Ja, ik vind dat... En is nou in de zomer is dat lang, hè? Want het is de langste dagen zijn nu, dus je zit echt van 's morgens 5 tot 's avonds 10 zit je zonder eten en drinken, hè? Zo werkt het, hè? Ja, Perry, even iets wat wel met Tiger Duini te maken heeft. Is natuurlijk het geld wat NAC gaat krijgen. Is dat nog op te nemen in de begroting die NAC moet indienen bij de KNVB? Ja, zover ik begrepen heb, kan dat allemaal mee. Is het ook aangemerkt als geld wat in die begroting mee mag daarin? Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet of daar nog een deadline aan zit nu. In verband met het transfer. Ja. Maar de bedoeling vanuit ons is wel om dat geld aan te wenden om de selectie opnieuw aan te sterken. Ja. We hebben allemaal na het Kevin Brands verhaal natuurlijk een beetje rustig gehad op het spelersgebied. Circuleren wel wat namen, maar ja, we zitten wat dat betreft even in een houtgreep. Er is nog een soort lobby, Perry. Ik hoor op Twitter wat dingen natuurlijk. Ik zie het op Twitter dingen van ene Cas Peters. Ja. Ook een naam die nog niet officieel op mijn bureau lag. Het ligt nog niet op je bureau, die naam? Nee, ik heb wel de tweet gezien van Cas natuurlijk. Ja. Die gisteren ontkende dat hij iemand had afgezegd. Hij zou dan NAC afgezegd hebben volgens een, niet nader te noemen, voetbalsite die wel eens meer wat planken mislaat. En die zou dan bij Heerenveen een contract tekenen als zeg maar derde spits. Maar dat is allemaal niet waar volgens Cas Peters zelf, dus... Dat is wat hij zelf heeft ontkend. En ik moet zeggen, als je hem op Twitter volgt, dan doet hij daar natuurlijk ook hartstikke geheimzinnig over. Ja. Want hij laat ook niet het achter van zijn tong zien. Dus ook daar, zoals ik zei, hij ligt nog niet officieel op mijn bureau. Dus ik kan niet zeggen wat er allemaal aan de hand is. Maar Perry, als we eerlijk zijn, als hij kan kiezen tussen een eredivisieclub en een Jupiler League vereniging, dan denk ik dat we wel weten wat hij gaat kiezen. Maar daar hoort ook een dito salaris bij natuurlijk. Ja goed, ik kan heel ver in jouw vergelijking meegaan, maar we hebben het natuurlijk wel over NAC. Ik kan me er nog geen voorstelling van maken, want ik heb natuurlijk nog nooit de eerste divisie meegemaakt. Maar ja, als ik kijk naar onze club en de mensen die wij op de tribune hebben zitten, ik kan me... ook voorstellen dat er heel veel jongens zijn, bijvoorbeeld een Dirk Marcellus, die dat natuurlijk ook meteen vanaf het begin heeft gezegd. Hij zei, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dit is zo'n fantastisch geheel. Ja. Terwijl hij wat gewend is natuurlijk ook. Ja. Ja. We hebben ook nog een rechtsback wens, hè? Er zit ook nog wat in, Perry. Kun je daar wel iets over melden? Of, Nee, ja, ik zie... Ligt er überhaupt nog iets op jouw bureau? Wat heb je op je bureau? Nee, maar dat zeg ik, dat kopje koffie. Het ligt nu allemaal op de bureautjes. Het bureautje en kantoor verderop. Totdat er iemand verkocht gaat worden. Dan komt het snel mijn kant op, denk ik. We zitten nog wel vroeg in het seizoen. Hè. Ik snap wel de misvlaarden en dat soort snap ik wel. Wanneer denk je dat die selectie helemaal definitief rond is? Nou, grappig dat jij daarover begint. Wij moeten elk jaar voor Voetbal International moeten wij de foto persdag organiseren. Ja, klopt. Wij hebben die nu vanwege vakanties hebben we die op 7 juli gezet. Maar dan gaat het dus bijvoorbeeld over een partner als Azalp die de toezegging heeft gehad van joh, je mag op de teamfoto. Dus we hebben hem nu op 7 juli staan. En Robert Maaskant die zei eigenlijk al van 7 juli vind ik wel heel vroeg, want er kan nog van alles gebeuren.
Dus ja, mijn verwachting is dat toch dat je toch wel richting eind juli, begin augustus gaat. Ja, ja. Weet je, dat je echt het skelet van je, het geraamte van je selectie. Maar waar ik eigenlijk naartoe wil is dat de laatste jaren bij NAC, het begin van de competitie, de selectie niet compleet is. Dat er altijd nog in de eerste week, tweede week spelers bijkomen. Ja, maar dat is wel een beetje de situatie waarin je in ons club zit natuurlijk. Ja. En dat heeft Jeffrey van As mij ook een keer uitgelegd. Weet je, je zit natuurlijk altijd, qua salaris zit je, ben je eigenlijk altijd aan het wachten op de andere clubs. Omdat je eigenlijk vanwege de situatie waarin je zit met geld, ja, kun je eigenlijk pas op het laatst altijd schakelen en de laatste dingen op de transfermarkt doen. Dus je moet toch wachten totdat het helemaal allemaal in beweging komt. Ja. Nou ja, en dan hebben wij nu nog dit jaar hebben we natuurlijk de transfer die eerst moet plaatsvinden voordat je zelf er iets aan de selectie kan doen. Dus ja, kijk, voor ons is het natuurlijk, zou het mooi zijn als dat zo snel mogelijk gebeurt. Alleen ja, je ziet natuurlijk ook dat andere voetbalclubs natuurlijk juist dat ook zien en juist expres gaan wachten. Ja, ja. Dus dat is wat dat betreft is het een strategisch spelletje. En nou ja, volgens mij hebben we wat dat betreft wel een technisch manager die helemaal in dat spelletje mee opgaat. Dus dat gaat wel lukken, denk ik. Perry, nog een vraag over Geert Brusselers die de trein naar Eindhoven heeft gepakt. Ja, dat is wel even een lastige natuurlijk. Hoe sta je er tegenover? Zeker een schok, moet ik zeggen. Omdat wij nou ja, de laatste twee weken waren we eigenlijk met Geert bezig om de talentendagen op te tuigen. Ja. We gaan talentendagen houden 11 en 12 juli. Waarbij jongens uit 2007 zich mogen aanmelden om te kijken of het iets voor de NAC jeugdopleiding is. Nou ja, dat plan dat hebben we helemaal geschreven, ontwikkeld, uitgeschreven en... eigenlijk de dag dat we het wilden communiceren bereikte mij het nieuws van dat Geert een carrière bij PSV had verkozen boven dit. Dus we hebben dat ook nog uit moeten stellen ook, een paar dagen. Ja, ik denk dat het voor de jeugdopleiding is het jammer dat hij weggaat. Wordt er al, wordt er al gekeken naar een vervanger? Ja, er zijn achter de schermen zijn er gesprekken met vervangers bezig. Alleen ja, je loopt met ook daarom met regelgeving en hoe kun je het allemaal inpasbaar maken. We kijken natuurlijk naar de technische staf die je nu al hebt binnen NAC. En wie daar de verlengstukken van kunnen zijn en wie daar binnen in dat plaatje past. En ik verwacht eigenlijk, ik kan mij niet voorstellen dat het nog een week duurt voordat we met een vervanger komen. En dan die talentendagen, die gaan toch wel door, hè? Want ik heb begrepen dat in Hoeve en omgeving enorm veel talent zit. Zat. Ja, nou, zat. Zit, die staan nu hier. Sinds dat Taperijke in Hoeve de leeftijd naar 16 jaar heeft verlengd, is het talent volledig... Perry, die gaan zeker door. Alleen dan met een ander boekbeeld. Perry, ik heb ook nog een vraag aan jou. Wij hebben voor aanstaande zaterdag voor de wedstrijd Hoeve NAC hebben we eigenlijk alles wel zo'n beetje rond. Alleen wij komen nog één persoon tekort die aan de bar zou willen tappen. Zou jij willen vragen of dat Damsjewski tijd heeft? Damsjewski. Ik denk, Perry zelf? Ik was bang dat je mij ging vragen. Ja. Nee, voor jou hebben we andere taken. Dat kan ook wel. Jou hebben we al ingepland. Ik zal even kijken. Ja, Damsjewski. Nou, ik denk dat ik zal het hem vragen morgen. Oké, okay, Vragen kan altijd natuurlijk. Precies. Een heerlijk Macedonisch tappilsje. Lekker, hè? Lekker. Altijd lekker. Nou ja, maar goed, laten we kijken ook naar de kwaliteiten van Damsjewski. Ik verwacht dat hij... weet je, want dat heeft hij natuurlijk zelf ook aangegeven via de krant. Kijk, hij wil volop gaan voor zijn kans. Ik denk dat als je kijkt naar Jupiler League, mijn verwachting is gewoon dat je daar nog wel wat waarde hebt. Ja, daar zijn er zijn mensen die zeggen dat hij de revelatie wordt van het nieuwe seizoen. Ja, het zou verbazen, het zou mooi zijn. Hè? Eigenlijk vind ik het ook wel bijna een cult worden. Ja, maar dat zijn natuurlijk de leukste verhalen in sport. Ja. Mensen waar je totaal niet van verwacht dat die opeens weer opstaan en de show stelen. Ja, en voor als persoon is het hem ook echt gegund. Want het is, wat dat betreft is het een jongen die altijd positief is en altijd mensen aan het lachen krijgt. En weet je, qua groep, qua sfeer in de groep is het een goede om erbij te hebben. Ja, dat is mooi om te horen. Ik wens hem wat dat betreft het allerbeste. Heel goed. Perry, bedankt. Ja, Perry, nog even één ding. Nee, allerlaatste. Ik wil even, wat gaat de uitslag worden van VV Hoeven tegen NAC?
Prognose. Prognose, Perry. Derde klasse. Nou, Perry. Derde klasse. En ze spelen op kunstgras. Ze trainen al 2 weken, Perry, hiervoor. Ja. Dus iedere avond ja, bijna. Ja, dat is waar. En ik moet zeggen, ik heb die jongens vandaag bezig gezien met die conditietest. En daar was ik nu niet heel van overtuigd. Oh. Bij NAC. Dus ik denk dat dat een... Even kijken, dat wordt een 1-5, denk ik. Kijk, ja, nou, dat vind ik toch wel kunnen we wel vertekenen, heren, vanuit Hoeven. Ja, toch? Ja, na verlenging dan, hè? Na verlenging, dan een vierde helft in de bak. Oké, Perry, dankjewel. Alsjeblieft. En bedankt voor jouw tijd. En ja, fijne wedstrijd zaterdag. Tot zaterdag. Ja, fijne avond en fijne voorbereiding voor jullie allemaal. Dank je. Goed. Wil jij op de hoogte blijven van de laatste verrichtingen van NAC? Dat kan. Donderdagavond van 8 tot 9 is er NAC-praat op Breda Nu. We bespreken actuele nieuwsitems en je krijgt de laatste informatie over NAC Breda. NAC-praat, jouw programma over NAC. Te beluisteren op 107.3 FM, 92.9 op de kabel en via de livestream op bredanu.nl. NAC-praat, jouw programma over NAC.